Assalamualaikum, alaikum, beste kids. Het is weer tijd voor één minuut over de islam. We zijn aangebroken bij de tweede zaal van de islam. En de tweede zaal is het gebed. Allah heeft ons bevolen om het gebed vijf keer per dag te verrichten. Op tijd. En welke tijden dit zijn, dat weten wij uit de overleveringen van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Deze vijf gebeden zijn. In de ochtend het Fajr gebed, in de middag het Dhuhr gebed, in de namiddag het Asr gebed, in de avond het Maghrib gebed en in de nacht het Esha gebed. Dat zijn de vijf gebeden die Allah ons voorgeschreven heeft. En in je gebed ben je in een persoonlijk gesprek met Allah waarin je alles aan hem kunt vragen wat jij wil. En dit is jouw verbinding iedere dag die jij hebt met Allah. Dus als er iets is wat je wilt hebben van Allah, vraag het hem in je gebed. Onderhoud je gebed goed. Tot de volgende keer. Asalaamu Alaikum.